Onlangs was Natalia te zien als panelid in het programma Make Up Your Mind en binnenkort schittert ze opnieuw als coach in The Voice van Vlaanderen. Hoewel ze graag deelneemt aan de programma's, is er één waar ze stellig voor blijft bedanken. Als grote fan van het programma De Verraders schoof Natalia onlangs aan bij de ronde tafel op VTM. Hoewel ze enthousiast deelnam aan het spel, vertelde ze dat ze zelf niet zou deelnemen aan het populaire programma. Ondanks dat ze al twee keer gevraagd is, is De Verraders niet haar ding. Het spelen van een spel en het omgaan met mensen is iets wat Natalia liever vermijdt. Ik doe niet mee, ik ben al twee keer gevraagd, maar dat is niet mijn ding, besluit Natalia. Je speelt een spel, maar je blijft wel met mensen bezig. Ik weet van mezelf dat ik daar heel erg in op zou gaan en teleurgesteld zou zijn in mezelf of anderen. Maar wat ik echt niet kan verdragen, zijn mensen die niet oprecht zijn. Het faken en liegen is iets waar Natalia niet tegen kan. Het is een rode vlag voor haar. Als ik merk dat mensen niet oprecht zijn als ik met hen praat, dan zou ik me rustig terugtrekken. Maar om in dezelfde ruimte te zijn met mensen die niet oprecht zijn, dat zou niet gaan. Ik moet mijn gevoelens kunnen uiten, maar niet iedereen kan dat waarderen, legt ze uit. Dus ik maak een strategische keuze en zeg nee, voegt ze lachend toe. Het is spijtig, want een deelname van Natalia zou zeker voor vonken zorgen. Natalia blijft dus trouw aan haar waarden en principes en kiest ervoor om niet deel te nemen aan De Verraders. Haar fans kunnen echter nog steeds van haar genieten als coach in The Voice van Vlaanderen, waar ze ongetwijfeld haar oprechtheid en passie zal tonen. Cuando tú no estás conmigo, como gritarle a los vientos que me perteneces, que te necesito.